gesproken. Wij hadden niks. Wij kwamen met niks, we hadden niks, we waren niks. En we bouwden alles samen op. Dat was het uitgangspunt. Als ik geld nodig had, dan ging ik naar de overste. En dan kreeg ik zo'n portemonnee mee. Hier heb ik een paar voorbeelden nog liggen. Van wat voor portemonnees het waren. Van die oma-portemonnees noemden wij die later. Kijk, en daar werd geld in gedaan door de overste. Die dacht, je hebt wel zoveel nodig als je daar of daar naartoe gaat. Of er was verschil of je naar de ouders ging op bezoek. Of moest je bus en trein betalen. En of je ging op vakantie met een groepje, dan kreeg je ook een portemonnee mee. Of je ging naar een retraite, of naar een bezinningsdag. Of naar een studie, of wat dan ook. Dan moest je portemonnee bij hebben, want je kon niet zonder geld de straat op. Dus dan kreeg je portemonnee mee en als je thuis kwam, dan ging je die bij de overste terug inleveren. En dan moest je aan verantwoording afleggen wat je dus met dat geld gedaan had. Kijk, nou, ik sorteer het eigenlijk altijd in mijn kamer een beetje uit van wat van de appartementen is en wat van... En dan, dit is San Damiano. Daar ga ik altijd eerst langs. Diegenen die thuis zijn. Bedankt, Yvonne. Ja. Daar zijn we alweer. Zijn ze hier thuis? Zuster Anne-Marie, de financiën. Oh. Minister van Financiën. De minister van Financiën. Alsjeblieft. Een zware envelop deze keer. Ja. Met zus Jacobia, ik ben er. Ik kom het geld brengen. Portemonnee niks. Dan vond ik deze. Deze waar niet veel in kan. Dat is een portemonnee niks, noemden wij die. Ik denk in de jaren 68 of zoiets was het, Vaticaans Concilie. En toen was in heel Nederland al die deining van die veranderingen, ook in kloosters. De overste die had dan weer groot nieuws, weet je wel. En die werd dan weer officieel bij elkaar geroepen. En die brieven werden voorgelezen van in het vervolg mogen de zusters... Oh, mogen de zusters naar huis op vakantie? En er was een gejuich in die communiteit, dat snap je wel, want er was iets nieuws. En zeker het naar huis mogen weer. En de zusters mogen op vakantie gaan, de zusters mogen, ze krijgen zakgeld. Dat was echt een jubelstemming in die periode van al die vrijheden, zeg maar. Zijn ze hier thuis? De minister van Financiën komt jou te zenden. Ja, buitengewoon. En ik met... In het begin was het even zoeken, want niet iedereen wist precies waar je dan kon besteden of wat dan ook, of waar je moest boeken. Waar moet ik nou de geld? Want er was op kapitel zelfs een keer een vraag van de zuster van... als ik nou naar het toilet moet, waar moet ik dat op boeken? En toen zei die generaal over, die zei toen, ja, ik zou het maar onder collectegeld zetten. En toen moest iedereen zo lachen. Zij wisten het ook allemaal niet. Dus dat was echt een zoeken, samen zoeken van, waar boek je wat onder? Dat is waar. Mathilda is ook ergens. Ja, daar is het. Zo, Bonifaas, ik ben er. Goedemiddag, zuster Jacobia. Goedemiddag, ik kom maatgeld brengen. Oh, Bonifaas. Fijn. Jij hebt een vast bedrag, hè? Ja, dankjewel. En, ik werk steeds meer bij de zuster. Ja. Ze zelf weinig gebruiken. En wat ze echt nog een beetje over hebben, dan geef maar aan de missie. Want ik spaar dan alle geld van die ze over hebben voor de missie. Hè? Voor de feest, als ze iets van verjaardagen krijgen of voor de feesten krijgen, komen ze afdragen voor de missie. Voor Kenia of voor Indonesië of voor de Filipijnen. Daar zijn ze vrij in, ze mogen er ook iets voor zich verrekken. Altijd heb je zelf graag iets ervan. De ene wil zo ooit een radio of iets wat ze zeggen van... Ik zit in mijn slaapkamer en heb nooit geen radio of muziek. Zou ik graag kopen daar maar van, geen probleem. Maar verder, u kan ze allemaal afgeven. Gewoon voor de missie. Dan denk ik, ja. Ik zeg, ja, maar de familie geeft toch ook voor jou zelf iets. Dat je zelf iets, want je moet het ooit
aanprijzen dat ze iets verkopen dan dat ze het eigenlijk zelf al opmaken allemaal.